huis is behoorlijk aan de grote kant. Dus de tuin moest wel echt aanvulling aan het huis geven. En er zit een hele goede balans in. En dat is qua bloei, dus dat het hele jaar rond bloeit. Maar ook juist met de wintergroene elementen, waardoor je in de tuin de basis van de tuin in de winter er ook is. En de ruimtelijkheid klopt. En dat is wat net werd benoemd, de woning moet een plek krijgen op de kavel. En dat hebben we geprobeerd door de ruimtelijke indeling zo te maken, dat de woning niet meer zo pompeus, zo groot lijkt. Buitenpad is gemaakt van een nobre kal, dat is een soort een Frans split. Wat heel erg dat gevoel geeft dat je daar ook echt door het bos loopt. Dat is veel meer een natuurlijke beleving. Wat wij ook heel belangrijk vonden is, wij komen uit de polder en daar is de grond heel anders dan hier. En dat we daar ook specifiek echt naar gezocht hebben naar iemand die uit de buurt komt en verstand heeft van de grond en wat er allemaal goed op kan. En sowieso ook vanwege de grootte van de tuin en de kavel, dat kan je nooit alleen. Elementen beheersen. Zo moet je bijvoorbeeld hier moet je op de juiste manier een boom kunnen planten. Je moet heel goed die beplanting weg kunnen leggen, maar je moet ook dat straatwerk. De straatwerk is allemaal gelegd op een waterdoorlatend drainagemortel, afgevoegd met waterdoorlatend materiaal. Dat zijn allemaal dingen waar je toch wel een bepaalde vakkennis voor nodig hebt. En die zit bij een hovenier en die zit over het algemeen niet bij de particulier zelf. Ja, heel erg. Heel erg tevreden. Ja, absoluut.